Call of Duty is natuurlijk een van de titanen in de gamingwereld, maar de franchise staat ook al een aantal jaar een beetje stil. De games voelen ieder jaar vrij vergelijkbaar, alsof het weer een Modern Warfare is met een andere skin. Call of Duty Black Ops 6 lost dat probleem niet helemaal op, maar zet wel een paar belangrijke stappen. Black Ops had jarenlang een eigen smoel ten opzichte van de Modern Warfare games. Maar sinds alles onderdeel is van Call of Duty HQ en Warzone zitten die verschillen hem vooral in de wapens en de maps. Die verschillen zijn ook dit jaar weer behoorlijk klein, vergelijkbaar met bijvoorbeeld EAFC. Toch voert Black Ops 6 wat veranderingen door die weer genieten geblazen zijn. Oké, om het heel simpel te zeggen, Black Ops 6 is in de kern vooral een veredelde map pack met een bak vol nieuwe wapens en maps. Dat maakt het extra pijnlijk dat die maps extra frustrerend zijn, met verwarrende indelingen en gekke gangetjes. Een map als Redguard is bijvoorbeeld te groot en onlogisch ingedeeld, met een heel buitengebied dat bijna zijn eigen map is. En ook zijn er een hoop gangetjes die ervoor zorgen dat je soms per ongeluk doodleuk de map uitloopt. Aan de andere kant zijn maps ook vaak chaotisch en klein, zoals Payback. De multiplayer van Black Ops 6 voelt daarom erg snel, zeker met het nieuwe Omni-movement systeem. Met de Omni-movement kun je alle kanten op sprinten en alle kanten op duiken. Dat klinkt heel gek, maar in de praktijk is het niet zo'n baanbrekende verandering. Je kunt vooral wat vloeiender door de maps bewegen en dat leidt soms tot daadwerkelijk goede gunfights. En met zulke snelle gameplay gaat Black Ops 6 gelukkig op andere vlakken weer terug naar de basis. Zo neemt de game afstand van de 85 underbarrel attachments die in Modern Warfare 3 zaten. Die hogere wiskunde is weer verdwenen. Er zijn normale attachments die duidelijk verschillende dingen doen en allemaal een voordeel bieden in plaats van ook een nadeel. Nu heb je een handjevol attachments per categorie en kun je dus snel je droomloadout in elkaar klikken en lekker gaan rachen. En er zijn nog wat andere fijne dingetjes. Perks hebben een leuke toevoeging, namelijk specializations, waardoor je meer bonussen krijgt als je 3 perks van dezelfde kleur hebt. Hierdoor kun je perks lekker aanpassen op jouw speelstijl. En misschien wel het allerbelangrijkste, de old school prestige is terug. Na level 55 kun je lekker opnieuw beginnen met levelen, terwijl je permanent 1 ding kan unlocken en 1 skin of een calling card krijgt. Er is dus eindelijk weer een reden om te prestigen. Al met al is dit de leukste multiplayer mode sinds Modern Warfare uit 2019, al vallen de maps dus een beetje tegen. Het is niet alsof de hele multiplayer modus is omgegooid, want je gaat het niet leuk vinden als je de voorgaande 5 jaar ook niet leuk vond, maar fijn is het wel. Oftewel, je weet dit jaar wat je krijgt. We're recording. Truth is, your whole life is a lie. In de singleplayer campaign wordt een klassiek Black Ops verhaal in de jaren 90 verteld. Er is een mysterium op te lossen en dat moet natuurlijk weer in de schaduw gebeuren. Er is wederom een virus dat als wapen ingezet wordt en dat moet je op een soort James Bond-achtige wijze tegenhouden. Daarin heb je de nodige lineaire achtbaanritten, zoals een geweldige casino heist, maar er is bijvoorbeeld ook een missie met een soort open wereld opzet. Dit hadden ze wat ons betreft nog wel vaker mogen gebruiken, want het werkt heel goed. Daarbij krijg je vaak de optie om het aan te pakken zoals jij wil. Sluip je een Italiaans dorpje binnen of ga je toch guns blazing? Bereik je de senator door zijn vrouw af te persen of speel je toch op een hoge bieder bij de veiling? De gameplay van Black Ops 6 is verrassend gevarieerd. Door het gebrek aan gesproken tekst is het wel lastig om een band te krijgen met de hoofdpersoon genaamd Case. Maar het historische spionageverhaal is wel een heerlijk avontuur. Tot de laatste acte dan. Het is namelijk wat jammer dat de laatste 2 missies zich ineens op het bovennatuurlijke storten. Want daardoor valt het verhaal behoorlijk in elkaar. Waarschijnlijk heb je meer vragen waar je mee... Sorry, wat? Goed. De gameplay heeft voor het eerst een safe house, waar je je gear kan upgraden en met je team kan kletsen. Die is best geinig, maar ook niets om over naar huis te schrijven. Oké, goed. Ik denk dat het tijd is om de olifant in de kamer aan te halen. Call of Duty is namelijk een live service game verhuld als een premium jaarlijkse titel. Een voorbeeld. Tijdens het spelen van de campaign werden wij er 2 keer uitgekikt omdat er een update nodig was. Nee, geen patch, gewoon een in-game update. Want ja, ook voor de singleplayer heb je een internetverbinding nodig. Als je geen internet hebt, krijg je de optie om de game offline op te starten. Maar dan kun je niks selecteren om te spelen. En als je de console in slaapmodus zet tijdens een missie, dan mag je bij het opstarten gewoon weer opnieuw beginnen.
Die hele always online opzet voor Call of Duty HQ is altijd al frustrerend geweest vanwege de complexe opzet. Maar het is extra vervelend dat daar bij Black Ops 6 nog steeds niets aan veranderd is. Gelukkig is zombies weer ouderwets genieten. Zombies is weer round-based, dus dat betekent lekker knallen en zombietreintjes maken. De mode bevat deze keer twee maps. Liberty Falls is een vrij basale map in een dorpje met hier en daar een goed geplaatste zipline. Eerlijk gezegd voelt deze meer als een multiplayer map, maar het geheel voelt wel lekker vlot en fris aan. De tweede map, Terminus, voelt meer als een echte, goed ontworpen zombies map. Die heeft donkere gangetjes, gore plekken en veel grote machines die zo uit het boekje van Richthofen zouden kunnen komen. Op deze map speelt een nieuwe crew ook als enige een daadwerkelijke hoofdrol. En voor de echte fans zit er in beide maps natuurlijk weer Easter eggs, die nu als main quest worden genoemd. Die Easter eggs zijn vaak lastig te vinden, dus binnenkort verschijnt er voor het eerst een soort directed mode die stapsgewijs voorkoudt, zodat iedereen de volledige pracht en praal van de zombie modus kan ervaren. En dan zijn er nog wat kleine, fijne verbeteringen. Als je neergaat, behoud je bijvoorbeeld een aantal perks, afhankelijk van hoe snel je gerevived wordt. En je kunt mystery box wapens eindelijk delen met je teamgenoten en perks en wapenmods upgraden met zogenaamde augment research. Het zijn allemaal van dat soort kleine verbeteringen, fijne maps en uitgebreide Easter eggs die ervoor zorgen dat zombies weer in topvorm is. Oké, het enige wat nog ontbreekt is double tap, want na ronde 30 wordt het toch wel behoorlijk pittig. Al met al is Call of Duty Black Ops 6 geen baanbrekende titel, maar wel een hele fijne game en een heel goed totaalpakket. De campaign weet op het einde na een goede indruk achter te laten door lekker veel variaties in de missies. Ze zijn niet allemaal even bombastisch, maar dat werkt juist heel erg goed. Zombies maakt een heerlijke terugkeer met twee prima maps, augmented upgrades en een hoop sterke quality of life verbeteringen. En als laatste is de multiplayer weer ouderwets genieten, die wat vloeier speelt door Omnimovement. Het personaliseren van wapens is nu gelukkig een stuk overzichtelijker. En met wat meer betere maps in de toekomst erbij hebben we weer een hele fijne Call of Duty voor dit jaar. En daarom geven we Call of Duty Black Ops 6 een 6.7. Laat in de comments weten of je Black Ops 6 gaat halen of wat je van de game vindt als je zelf al aan de slag bent. En als je dan toch bezig bent, laat dan even een duimpje omhoog achter en druk op de abonneerknop voor meer van dit soort video's.